Goedendag en hartelijk welkom bij Autisme TV. Het is alweer de vierde uitzending die wij maken in deze week van autisme. En vanavond ligt het accent op de professional, dus iedereen die op een of andere manier werkt voor of met mensen met autisme. Ik kan zeggen dat we veel positieve reacties krijgen op onze uitzendingen. Doet ons natuurlijk goed, hartelijk dank. En ik zou willen vragen, blijf reageren. Zeker vanavond, want deze uitzending is interactief. U kunt als kijker live vragen stellen. U kunt uw vragen op verschillende manieren insturen. Kijkt u via de website autismetv.nl, dan ziet u links van mij. Het is links van mij, ja. Ja, ik ben een vrouw, ik haal links en rechts altijd door elkaar. Links van mij een reactiebox. Daar kunt u een vraag stellen. Die komt hier dan binnen op de iPad en dan kan ik hem vragen stellen aan mijn gasten. U kunt ook gewoon via uw Facebookpagina reageren of via Twitter. Gebruik dan hashtag AutismeTV. Heeft u nu tijdens of na de uitzending behoefte om te bellen, dan kan dat, weet dat. Wij hebben mensen daarvoor klaarzitten. Het nummer is 026 4x3 037. 026 4x3 037. Wie zijn mijn gasten aan wie ik de vragen van mij en van u ga voorleggen? Een hartelijk welkom. Hilde Geurts. Professor Hilde Geurts. Word je vaak professor genoemd? Nee. Wil je dat ook niet? Klinkt altijd een beetje raar, vind ik zelf. Maar, maar je weet wel heel veel. Je bent bijzonder hoogleraar aan de faculteit Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, de UvA. Ja. En onder andere verbonden aan het Research Center voor Centrum voor Autisme en ADHD. Wat weten wij nog niet over autisme? Nou, eigenlijk weten we heel veel niet. Dus we weten misschien wel meer niet dan dat we wel weten. Dus betekent dat we vaak aan het gissen zijn? Nou, we zijn niet aan het gissen, maar we zijn steeds op kleine onderdelen aan het kijken wat er aan de hand is. En dan komen we toch altijd weer voor verrassingen te staan. Dus soms denken we dat we het weten. En dan komen we weer iets tegen waarvan we denken, nee, we hebben het weer helemaal verkeerd. Maar dat betekent wel dat we nog een enorme winst kunnen boeken. Ja, ja. En de vraag is wanneer dat natuurlijk zo is. Ja. Nou, succes daarmee in ieder geval. En vanavond ook, tweede vrouw, hier aan tafel, hartelijk welkom. Astrid van Dijk, Manager Research and Development bij het Leo Kannerhuis. Je houdt je onder andere bezig met autisme 2.0, autismezorg 2.0. Moet je je als professional schamen als je niet weet wat dat is? Ik denk niet dat je je moet schamen. Ik denk wel dat we soms wat rare woorden kiezen om iets heel gewoons uit te leggen. En autismezorg 2.0 staat eigenlijk voor het moment waarop je zegt dat je in behandeling niet alleen moet zenden, maar moet samenwerken met je cliënt. Dus het gesprek moet van twee kanten komen en autismezorg 2.0 staat eigenlijk voor het makkelijk maken van die dialoog met patiënten en ervoor zorgen dat de kennis van beide kanten bij elkaar komt en dat je daar samen beter van wordt. Ik dacht altijd dat 2.0 dan stond voor de digitale wereld. Dus het gebruik van de ICT? Ja, nou 1.0 is de eerste versie van internet waarbij er vooral veel informatie verzameld werd en uitgezonden werd. 2.0 is, zou je ook kunnen zeggen, de internetvariant waarbij er een uitwisseling mogelijk is. Dus je niet alleen informatie kunt halen, maar ook informatie kunt brengen. En ondertussen zitten we eigenlijk alweer in 3.0 en zijn we onderweg naar 4.0. En gaat internet een beetje met je meedenken en dat kennen we allemaal. Want als je Google intoetst, dan weet hij al wat je van tevoren gezocht hebt. En selecteert hij ook op basis daarvan wat je te zien krijgt. Een beetje moet een naam hebben, maar het heeft eigenlijk alles te maken met communicatie. Alles. Hartelijk welkom ook Monique Post. Je bent fotograaf. Ja. Je geeft ook lezingen over autisme. Ja. Want ik vroeg me af, als je nou een totaalbeeldje ziet van deze drie vrouwen, of iemand van buiten kan zien wie van jullie autisme heeft? Vast niet. Ik ook niet. Wordt het jou wel eens gevraagd, maar jij bent degene die autisme heeft? Ja. Vast niet. Ja, meestal de reacties zijn van, je hebt autisme? Ze verwacht niet dat zo'n mooie vrouw autisme heeft? Ik denk dat sommige ideeën van autisme hangen nog gewoon heel erg in de lucht van als je geen oogcontact kan maken en dat soort van dingen. Dat automatisch dan, ik heb geen vreemde tics die ik moet doen, ik heb geen bewegende gedrag. Ja, Je hebt je hond meegenomen. Ja, schat inderdaad. Van een hond heb ik gemerkt in de tijd hier naartoe. Ja, ze is nu aan het slapen. Ja, dat vind ik wel weer jammer. Word eens wakker, Kaya heet ze. Kaya, hoofd omhoog.
Nee, alleen de oren, nee, oren, omhoog. Alleen de oren gaan, gaan omhoog. Want het is wel zo dat autisme bij vrouwen veel minder bekend is. Veel minder dan bij mannen. Maar het komt wel degelijk voor bij vrouwen. Geschat wordt dat zo'n 15% van de vrouwen in Nederland autisme heeft. Dus dat zou komen op zo'n 20.000 tot 30.000 vrouwen. Ik kijk even heel de aan, maar dat klopt, hè? Volgens mij niet 15% van de vrouwen, want ik geloof dat dat werd gezegd. Maar ik denk dat je minder vrouwen hebt dan mannen met de diagnose autisme. Dus misschien van de totale groep mensen met autisme, dan is het misschien 25%. 25, zeg jij? Ja, van de mensen met autisme heeft dan 25%. Ja, een kwart dus. Daar ben jij één van? Ja. En dan kom jij uit Wales, dus vroeg me af of je jou mee mag tellen. Maar, jawel, ja, ik heb een Nederlands paspoort, dus dat mag wel, denk ik. Er is een prachtig portret van jou gemaakt door Mee West-Brabant, hè, waar jij in behandeling was. Die duurt 5 minuten, maar hij is wel heel erg mooi en zet veel neer. Dus ik zou die graag eerst even samen willen bekijken en dan praten wij daar verder over. Ik ben een kunstenaar, ik ben een vrouw, ik ben iemand met autisme. Maar voornamelijk, ik ben gewoon wie ik ben, een creatieve persoon die houdt van het leven. En ja, fotografie, dat helpt mij om mijn wereld te kunnen visualiseren en anderen aan anderen te laten zien. Ik kom oorspronkelijk uit Groot-Brittannië, uit Wales, Zuid-Wales. Daar ben ik geboren. En toen ik 18 was, dan ben ik pas verhuisd naar Nederland. Toen ik in Wales opgroeide, ik besefte dat ik anders was. Maar ja, ik was kind van een kunstenaar. Dus anders zijn, dat gaat gewoon mee met dat stukje van je leven. Maar toen ik ging verhuizen naar Nederland, dan begonnen echt de problemen. En dan echt gewoon grote problemen. En alles kwam tot een punt dat ik dacht, zo gaat het gewoon niet meer. En ik had ook het gevoel van, ja, als dit het leven is, dan wil ik wel gaan leven. Dus dit is niet leven, dit is overleven. Ja, ik had de diagnose 2,5 jaar geleden gekregen bij Nijmegen en ja, dat was een van de beste dagen van mijn leven. En toen zei hij gewoon meteen van no. Zei nee, je hebt gewoon Asperger, je hebt autisme. Mijn ouders konden letterlijk zien hoe gewoon een grote gewicht van mijn schouders gewoon afviel. Zij zag mij echt opbloeien. Ik was al onder begeleiding van Mee. Die waren mij al een 3/4 jaar aan het helpen. Het was, ik geloof, 1 keer per 3 weken of zo dat ik kon daar naartoe gaan. En gaan praten over hoe het was gegaan de laatste 3 weken. Wat voor problemen zijn erbij gekomen? Kunnen we dingen misschien oplossen, samen oplossen? Oplossingen bedenken? En het gaf mij ook houvast van elke 3 weken, dan heb ik wel een soort van terugkijkmoment waar iemand van buitenaf kan gaan kijken in de plaats van, ja, als je in de situatie zit van stress. Het was iets van 4 dagen na mijn diagnose, dan zei Sandra van, hey, dat is een lotgenoten contactgroep. En ik dacht van, ja, waarom niet? Leuk! Er waren zoveel overeenkomsten met dingen en hoe ze hebben gevoeld en hoe ze iets hebben ervaren. En ik had echt gewoon een gevoel van, ik ben nu gewoon thuis. Ik kan gaan praten op een hele andere manier dan wat ik tot nu toe heb kunnen doen. Het feit dat je een antwoord krijgt en het feit dat je een diagnose van autisme krijgt, ik ben zo blij dat ik dat heb. Maar zoveel mensen zijn niet blij met een diagnose. En ik dacht, nou, dit is misschien mijn taak om mijn enthousiasme gewoon te proberen door te geven aan mensen. En te laten zien, daar zijn positieve kanten aan. En dat moet je gaan zoeken. Anders krijg je constant het gevoel dat je wel een beperking hebt. En ik haat die woord beperking. Dat moet gewoon verbannen zijn van diagnoses krijgen. Een beperking in Engels, een beperking is limitation. En dat betekent dat je iets niet kan doen. Nou, zeg niet tegen mij dat ik heb een beperking door mijn autisme. Nee. Ik zou niet de kunstenaar zijn die ik ben zonder mijn autisme.
ik kijk heel vaak in details sowieso. Nou, dat is wel een beetje cliché van ja, mensen met autisme kijken in details, maar dat is eigenlijk wel waar. Maar ook sensorisch, hoe ik de wereld ervaar, bijvoorbeeld qua zicht, kleuren soms springen op me af. Dan zie ik bijvoorbeeld, ik heb een stuk werk gemaakt van lavendel met een bij die probeert bij lavendel te komen. En op dat moment zag ik het als een zwart-wit beeld met de paars gewoon eruit springen. En dat was op dat moment echt mijn werkelijkheid. Mijn toekomst, lezingen op een internationale gebied, op gebied van fotografie. Ik wil gewoon veel meer ook commercieel werk doen. Nu dat ik heb gezien dat je dat stuk creativiteit wel kan verwerken in de commercieel kant. Nou ja, volgende jaar. En ook boek schrijven. Ik ben mee bezig met een boek over dating voor mensen met autisme. Dus daar wil ik ook iets mee doen. Ik ben ook bezig met mijn zus om een kinderboek te schrijven, een kinderserie. Dus er zijn al zoveel dingen die soort van in het ontwikkelingsproces zitten. Dat komt wel goed. Ik haat dat woord beperking. Dat kwam uit de grond van je hart. Ja. En ik denk, toen ik ernaar zat te kijken, ik denk dat er velen zijn die dat met je eens zijn. Maar ik denk ook dat er velen zijn die kijken en denken, ja, ik zou willen dat ik zo dacht. Ja. Maar ik zie het wel en ik voel het wel als beperking. Wat is jouw boodschap aan hen? Een goede boodschap. Ik denk het meest belangrijke is, ja, ik kom oorspronkelijk uit Groot-Brittannië, dus ik vertaal ook dingen gewoon in het Engels. Dus beperkingen, als je dat vertaalt, dat betekent limitations. En het betekent gewoon, je kan iets niet. En ik vind dat als je meteen zo'n sterke negatieve label, woorden hebben kracht. Dus als jij zegt tegen jezelf constant van, ik kan dit niet, ik kan dit niet, ik kan dit niet, ga je het zeker nooit doen. Maar als je zegt tegen jezelf van, het is misschien heel erg moeilijk, gaat heel veel werk voor moeten doen, maar ik ga het wel proberen, dan ik denk dat je geeft jezelf de kans ook om te groeien. Maar heb jij een periode gehad dat je wel dacht van, ik kan het niet? Nee. Nee, dat zit niet in mijn aarde. Toch was er iets wat van je schouders afviel, zeg jij? Ja. Die last viel van je schouders af op het moment dat jij de diagnose autisme kreeg. Dus ja. Wat viel er dan van je af? De onwetendheid. Dus je zit voor die diagnose traject zit er al een hele traject aan verbonden. Ik was 24 toen ik de diagnose kreeg. En je bent constant aan het vechten tegen een onderdeel van jezelf. Maar je weet niet waarom dat komt. En je ziet andere mensen dingen doen. En dat lijkt gewoon zo makkelijk te gaan. Je denkt van, waarom kan ik dat nou niet? Of waarom kan ik niet die 5 dingen tegelijk, maar ik kan alleen maar 1 ding tegelijk? En als je niet weet waarom dat komt, dan kan je dat nooit echt veranderen. Dus ik wou gewoon zo snel mogelijk weten wat de antwoord zou zijn. Ik geloofde ook gewoon in autisme, omdat ik zag... Maar het veranderde je leven dan op het moment dat jij die diagnose kreeg? Ja. Hoe? Het letterlijk idee van alsof een olifant die je draagt gewoon op je schouders, dat je kan het inderdaad afvallen. Maar het blijft wel naast je. Soms komt het weer erop, maar... Dat in een eerste gedeelte van eindelijk een antwoord. Nu kan ik aan de slag. Ik ben heel erg gewoon een logisch denker. Dus ik dacht van, oké, ik weet nu wat het is. En nu doen. Dingen doen. Maar wat doen? Wat doen? Wat deed je dan meteen anders? Bij inderdaad wat ik zei, de lotgenoten contactgroep. Meteen een PGB aanvragen. Ik wist wat ik wou voor hulp, qua hulp. Dus ik wist, ik wou een autismecoach. Iemand die kwam bij mij thuis. Ik ben meer een Einzelganger, dus groepsdingen doen, daar ben ik niet zo van. Maar in Nijmegen, waar ik werd gediagnoseerd, daar hadden ze een psycho-educatiegroep. En daar deed ik ook mee. En dat was echt geweldig. Nou, laat Astrid straks maar uitleggen wat dat dan precies is, psycho-educatie. Ja, jij hebt het net over die lotgenoten. Wat jij in deze reportage zegt is, ik kwam bij die lotgenoten en die praten op een andere manier. Je voelde je ontzettend thuis. Wat is die andere manier dan? Het was het feit dat je zit gewoon in een kamer vol met mensen. Die hebben allemaal gewoon andere vormen. Die zitten gewoon... op het spectrum, op andere niveaus. Sommigen kunnen dingen veel beter dan ik en anderen dan veel minder. Maar het was het feit dat je hebt een overeenkomst samen. En iedereen
Je hoeft alleen maar te zeggen van, ik heb een hele zware dag vandaag en die zon, die is zo vervelend. Bijna iedereen knikken. Niks meer uit te leggen. Dus het was gewoon, je hoefde alleen maar 5 woorden te gebruiken in plaats van 30. Toen jij die diagnose kreeg, was dat ook een opluchting voor familie en kennis? Ja, dat denk ik wel. Ja, vooral familie. Mijn zus heeft een zoontje en die heeft een vorm van autisme. Dus het was al in de familie gewoon een beetje bekend dat ze zagen dingen bij hem. En dat mijn moeder ook zag dingen bij hem. Dat ze dacht van ja, dit kan ik wel een vergelijkenis trekken. En dus voor mijn familie was het vooral, ze zagen gewoon hoe blij ik werd met de diagnose. En ook al hadden mijn ouders natuurlijk ook een gevoel van, hadden we dat niet eerder gezien. Ze zagen hoe blij ik was. En maar dus hadden ze het dan anders gedaan? Ik denk het niet. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Nee, ik denk het niet. Nee, ik heb een geweldig jeugd gehad. Hoe ik ben opgegroeid. Perfect. Vader als kunstenaar. Ja, je kan. Dat is doorgegeven. Ja, dat is doorgegeven. Ja, als je groeit op in zo'n vrijdenkend omgeving, dan het maakte niet uit wat ik had op dat moment. Toen had ik niet echt problemen. Dat geluk heb je gehad misschien, zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb heel veel geluk gehad. Zeker. Ja. Monique, blijf zitten zou ik bijna zeggen. Je mag niet weg. Praat mee met de anderen. Ja, Monique Post. 2 dagen geleden is een documentaire uitgekomen over Birsen Bazar. Dat is een jonge Turkse vrouw uit Breda die op haar 21ste de diagnose autisme krijgt. Voor haar is dat, net als bij Monique, een opluchting. Want eindelijk is er een naam voor haar anders zijn. We gaan even kijken naar een fragment uit de trailer. Ik ben echt iemand die doet wat ze zegt. Als ik zeg van ik ga een boek uitbrengen, dan doe ik het ook. Als ik zeg dat ik een film ga maken, dan doe ik het ook. Kijk maar, het fysieke bewijs, de camera. En verder weet ik niet wat ik zeg, hoor. Doei. Ze voelden zich steeds meer buitengesloten. Andere meisjes gingen praten met elkaar en zij kon daar niet tussenin komen. Het was niet leuk, want die andere meisjes speelden met elkaar. En zij bleef maar thuis. Op de basisschool heb ik eigenlijk nooit echte vriendinnetjes gehad. Naarmate de tijd verstreek, merkte ik dat de meiden in mijn klas verder gingen qua ontwikkeling en dat ik achterbleef. In groep 8 zat ik het grootste gedeelte van mijn tijd thuis en keek vanuit het raam naar kinderen die buiten aan het spelen waren. Vanaf die tijd is mijn eenzaamheid echt begonnen. In HAVO 3 kwam voor het eerst de schoolarts. Ik vertelde aan haar van ja, ik zit met oneven getallen qua meisjes in de klas. Ik ben altijd alleen en ik zit naast de jongen die niet naast me wil zitten. Ik weet niet wat ik moet doen. En zij stuurde mij door naar de RIAG en daar is uiteindelijk de hulpverlening begonnen. En dan? Ja, je zei niet dat ik verder moest gaan. Gaan we? Ja, goed. En nu verder. Ik ben al die toekomstige schoon om te zien dat ik wel kan kopen. Die sterk, hè? Het even kende binnen alleen een beetje hebben op mak, annem ve babam dışında. Herkes ve çoğu insanlar ben çok sosyal birisiyim. Çok çevrem var ama herkesle bunu paylaşamıyorum. Omdat ze jou niet begrijpen, seni anlamıyorlar. Omdat ze mij niet begrijpen. Ya. Anlatsan da anlamıyorlar. Şimdi daha mı doğru? Daha mı çok netjes? Eten, netjes praten, hè? Zit niks anders op. En iedere keer als de Turken binnenkomen, moet je ze kussen. En daar hou ik ook niet van. Soms dan merk ik niet eens meer dat je met een autist te doen hebt, zeg maar. Het is ook leuk om mee te praten en zo. Ja, toch? Ze houdt ook de showbiz en zo bij. Nou heb ik minder met Maxima en zo, maar... Ja, maar ook over mannen. Mannen, daten. Ja, daten.
Ja, wel verschil qua voorkeur in mannen. Ja, ik wil een Turk. En ik juist niet. Ik wilde heel graag mijn boek geven aan haar, maar ja, het kon niet. Maar ik geloof wel erin dat het op een dag gaat lukken. Dat geloof ik gewoon. Ik bedoel, ik denk dat ik haar eerder ga ontmoeten dan de ware. Dat is een goeie of niet? Heel de twee vrouwen, die toch wel allebei een andere vorm, of tenminste een ander beeld oproepen mm-hmm. van de vorm van autisme. Is autisme bij vrouwen, manifesteert zich dat heel anders dan bij mannen? Ja, daar is heel veel discussie over eigenlijk. Sommige mensen zeggen dat vrouwen wat meer zouden kunnen compenseren. Andere mensen zeggen juist van ja, vrouwen pas als het echt heel ernstig is, stellen wij de diagnose. Maar de verschillen die we nu zien tussen deze twee vrouwen is meer wat we ook bij mannen zien, dat er hele grote verschillen zijn. Dus dat heeft niet per se met het vrouw zijn te maken dat we nu grote verschillen zien. Er zijn gewoon heel veel verschillende Maar het is niet zo dat er behandelingen zijn speciaal voor vrouwen en behandelingen speciaal voor mannen? Zover ik weet niet, maar dat kan ik verkeerd hebben. Ik weet wel dat ze op verschillende plekken ook in Nederland bijvoorbeeld daarmee bezig zijn. Om te kijken van nou geven we bijvoorbeeld psycho-educatie, wat straks wordt uitgelegd door Astrid. Gaan we dat voor een groep vrouwen geven of niet? We hebben het ook wel eens als we zelf een groep gaven gevraagd als er een vrouw bij zat. Hè, vind je het prettiger of met vrouwen of mannen? De vrouwen die wij tot nu toe hadden gesproken maakten het niks uit. Maar er zullen vast ook vrouwen zijn die dat wel prettig vinden. Toch lijkt het minder zichtbaar. Is dat een reëel... Nou, dat is wel een van de ideeën die er is. Maar daar is heel veel discussie over. Want je kunt ook zeggen van ja, misschien gaan we ook wel de criteria wat oprekken om ook bij vrouwen eerder te kunnen zeggen, ja, er is sprake van autisme. Dus het is een beetje een dubbel iets. Hè, van, heb je van vrouwen andere verwachtingen? Moeten zich die anders gedragen? En als die zich niet zo gedragen, ga je dan eerder spreken van autisme of niet? Dus er zit ook een beetje een risico aan, denk ik. Dus... Het woord psycho-educatie is al verschillende keren genoemd. We gaan het hebben over autismezorg 2.0. Er verandert veel in de zorg voor mensen met autisme. Dat noemen we dan innovatie. En autismezorg 2.0 is zo'n nieuw begrip. Maar wat wordt er nou precies mee bedoeld? Wat is nou het verschil met e-health? Is er überhaupt een verschil? Nou, degene die ons moet verlossen van al die vragen, oftewel daar antwoord op moet gaan geven, is Astrid. Zullen we maar gelijk met die psycho-educatie beginnen? Is dat een vorm van autismezorg 2.0? Dat kan een vorm van autismezorg 2.0 zijn. Psycho-educatie betekent eigenlijk dat je aan het begin van een behandeling goed uitleg geeft over wat de aandoening nu precies is, welke problemen daarbij ontstaan, waar het vandaan komt. Dus je probeert zoveel mogelijk uitleg te geven aan het begin van een behandeling, om van daaruit ook motivatie en begrip, zowel bij de patiënt als bij ouders of omliggend systeem. Maar dat doe je dan via video? Dat doe je via beeld in plaats van een verbaal vertel? Oorspronkelijk deden we dat natuurlijk gewoon zittend in de behandelkamer of in een groepsgesprek met ouders of met cliënten. En zo langzamerhand kun je die manier van informatie overdragen op een hele andere manier doen. En kun je daar beeldmateriaal voor gebruiken. Zullen we even een fragment laten zien? Dit gaat over een cursus vrije tijd, geloof ik. Hè? Dit gaat over een cursus vrije tijd. Een fragment uit de cursus vrije tijd en autisme. Dit is deel 2 van de serie Vrije tijd en autisme. In dit deel volgen we Bart bij het invullen van zijn vrije tijd. Doel hiervan is om een voorbeeld te laten zien, zodat je beter begrijpt welke stappen er gezet worden om een nieuwe activiteit aan je vrije tijd toe te voegen. In deze aflevering staat dus het verhaal van Bart centraal. En dat verhaal bestaat uit 3 delen. Wie is Bart? Wat is zijn hulpvraag? En hoe pakte hij het aan? We beginnen met deel 1. Bart is 23 jaar en woont nog thuis. Hij zit niet meer op school en heeft een Wajong-uitkering. Bart wil graag nieuwe activiteiten toevoegen aan zijn leven. Activiteiten waarin hij nieuwe mensen kan ontmoeten. Maar hij weet niet hoe hij dat moet aanpakken. Eigenlijk hoopt hij ook dat hij door nieuwe activiteiten een leuke vriendin kan vinden. Allereerst vulde Bart dit weekschema in. En dit schema kun je downloaden op deze site en zelf invullen. Bart vulde bij iedere dag in wat hij 's morgens, 's middags en 's avonds doet. En dan, Astrid.
En dan als je, heb je... Als je dit nou thuis laat zien, of aan je ouders, of... Ja. Ja. Nou, als je kijkt naar hoe het verder gaat met Bart, dan weten we ondertussen dat er mensen met autisme zijn die niet weten dat ze heel weinig vrije tijdactiviteiten hebben. Dat wordt duidelijk als je zo'n schema invult. We hebben mensen die niet weten wat ze zouden moeten doen in hun vrije tijd. En we hebben ook mensen die niet weten hoe ze dan die activiteiten op zouden moeten pakken. Dus de wat en de hoe vraag zit eigenlijk in het vervolg van deze cursus. En zie je dan ook door zo'n online cursus dat vervolgens het in de praktijk wordt toegepast? Dat is wel de bedoeling. Dat is wat je volgt. Je geeft mensen aanwijzingen. Dat doe je door ze thuis naar dit soort uitzendingen te laten kijken. Door ze hulpmiddelen aan te reiken. En vervolgens laat je ze terugkomen in een gesprek. Of je kunt dat ook in een chat doen. Of je kunt dat in een beeldbelmodus doen. En vraag je na in hoeverre zij uit de voeten kunnen met het materiaal. En merk je dat dat beter aanslaat, beter past bij de huidige belevingswereld van jongeren en ouderen? Dan het verbaal in de wachtkamer vertellen, in de spreekkamer vertellen hoe je zoiets moet aanpakken? Ik denk, maar ik ben wel benieuwd hoe Monique daarnaar kijkt. Ik denk dat het makkelijker is om zulke dingen gewoon vanuit je thuissituatie te doen. Vanuit je eigen omgeving. Soms ook met je eigen mensen om je heen die met je meekijken. Want het maakt het ook makkelijker delen. Het is minder belastend, want je hoeft er inderdaad niet voor te reizen. En je kunt datgene wat je doet en wat je meemaakt veel vanzelfsprekender onder de aandacht brengen bij de mensen waar je aan gehecht bent en die in jouw nabijheid functioneren. Jij hoeft het niet uit te leggen. Het beeld legt het uit. Precies. Ja, je zit te knikken, Monique. Dus jij denkt dat het wel werkt? Ja, ik denk dat het een hele belangrijke onderdeel kan worden van een gehele zorg of soort van hulpdienst. In de zin van als iemand gewoon zelfstandig dingen kunnen leren en zelfstandig dingen kunnen terugkijken. Het is heel erg anders als ik mijn autismecoach 10 keer moet gaan vragen van, oh ja, wat heb je weer gezegd over dat? Dat ik zo naar zoiets zou kunnen kijken. Zullen we dan nog eens een voorbeeld geven? Want jullie hebben een game ontwikkeld, ja? Serious Game. Ja. En dit is de uitleg van het computerspel House. Ranch Serious Games en Leo Kannerhuis presenteren House. Voor de gemiddelde persoon kan het organiseren van dagelijkse taken best lastig zijn. Je hebt veel verschillende taken die je moet bijhouden en er komen steeds nieuwe taken bij. Maar voor iemand met een autisme-spectrumstoornis, ASS, is dit bijna onmogelijk. Wanneer je wereld er zo uitziet, is het moeilijk om te weten waar je moet beginnen. De taken stapelen zich razendsnel op en dat is frustrerend en demotiverend. House is een game gebaseerd op de principes van Applied Behavioral Analysis, ABA. Het is ontwikkeld om ASS-gerelateerde problemen te managen, maar biedt ook mogelijkheden voor iedereen die moeite heeft met het organiseren van zijn of haar leven. Spelers krijgen persoonlijke taken toegewezen uit de echte wereld. Deze taken worden weergegeven in een gebruiksvriendelijke takenlijst die gekoppeld is aan hun persoonlijke digitale huis. De gepersonaliseerde takenlijst biedt structuur en duidelijkheid. Dit maakt het makkelijker om de taken die nodig zijn om het huishouden te organiseren onder de knie te krijgen. Het spel mixt acties in de echte wereld met digitale gameplay en is gemakkelijk te integreren in het dagelijks leven. Taken die toegewezen worden in het spel moeten uitgevoerd worden in de echte wereld. En acties in de echte wereld beïnvloeden het spel. Door taken te volbrengen verdienen spelers punten. Deze kunnen ingeruild worden voor beloningen in de digitale of in de echte wereld en helpen de speler om gemotiveerd te blijven. Een speler krijgt in de game ook hulp van een virtuele coach. De coach geeft toegang tot gepersonaliseerde hulpmiddelen, houdt de voortgang in de gaten en geeft feedback. Het spel is ontworpen om aan te sluiten op andere applicaties die ontwikkeld worden door het Dr. Leo Kannerhuis, een gespecialiseerde GGZ-instelling voor mensen met autisme. Ga voor meer informatie naar www.autismeplein.nl. Nou ben ik zo benieuwd. Ben ik zo benieuwd wat jij van dit filmpje... Ik vind, als programmamaker vind ik het een prachtig filmpje. Maar jij kwam hier binnen en je zei, wat een rode tafel. Dat doe je toch niet in een programma over autisme voor autisten. Want die rode kleur komt op je af. Nou, dit filmpje, dat komt flitsend binnen, zullen we maar zeggen.
Het was een beetje druk. Het was een beetje, dat is een understatement. Nu probeer ik nu heel erg neurotypisch te reageren. Maar ja, ik ben als persoon met autisme hier gevraagd. Inderdaad, het is een heel erg druk, maar visueel druk, maar ook lichtdruk, informatiedruk. Maar als je een idee moet geven van hoe druk huishouden is, dan klopt dat wel. Maar ik zou ook twijfelen aan, als dit een eerste indruk zou moeten geven voor een persoon met autisme, ik zou een beetje schrikken van, oh jee. Maar degene die ermee werken, hè, dit is een trailer, is heel snel gemonteerd. Ja. Degene die met dit computerspel werken, wat zijn de ervaringen daarmee? Het is eigenlijk een beetje omgekeerd. Dit is gemaakt samen met mensen met autisme. Dus, nou, dat is helemaal verrassend. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis van het spel. He, er is een bepaald idee ontstaan vanuit de behandeling. We hebben natuurlijk al veel langer trainingen op het gebied van woonvaardigheden. En, nou, ook daarbij was het idee dat zijn vaardigheden, die zijn tijdrovend om aan te leren en om het mensen dan ook in de thuissituatie uit te laten voeren. Dat is ingewikkeld, want wat je op de ene plek leert, kun je niet vanzelfsprekend op de andere plek. Dit is een manier om het eigenlijk overal mee te kunnen kijken en mee te kunnen laten oefenen. En om het vanuit de ouderwetse trainingen die we hadden om te zetten in deze vorm, hebben we samengewerkt met mensen met autisme. En dit is eigenlijk ook een vormgeving en een stijl waar zij zich heel prettig in voelen. Het feit dat jullie het nu heel snel zien, is omdat het een trailer is. Daarin probeer je zoveel mogelijk kanten van het spel te laten zien. Maar ook wel, en dat vind ik wel leuk dat je dat eruit haalt, het moet ook wel een beetje die overweldiging geven. Want dat is vaak het gevoel wat mensen ook hebben in een woonomgeving. Help, ik maak er een puinhoop van en ik kom hier niet uit. We hebben van de week Matthijs hier gezien, die zei, mijn huis is een troep. Ja, mijn hoofd zit vol en mijn huis is een troep. Ja. Dit is een game dan over housekeeping. Ja. Wat ik me wel afvroeg, als je heel veel, zeg maar, hulpverlening of begeleiding gaat concentreren in games, krijg je dan, schuilt dan het gevaar niet ergens dat je straks mensen met autisme op een zolderkamer hebt zitten die voortdurend dit soort games doen en vervolgens ook nog online een eten bestellen en ondertussen denken, zo, ik doe het lekker goed? Dat vind ik een hele goede vraag. Een van de grote dilemma's is natuurlijk, helpen we mensen zo niet verder van de wal af? Kunnen mensen niet nog meer verdwalen achter de computer en verdwalen op het internet? Wij proberen dit soort middelen alleen maar in te zetten in combinatie met gewone behandelcontacten. Dus dat blijft wel de basis en de drager van de behandeling. Maar er zijn een aantal ondersteunende manieren om vaardigheden en kennis over te dragen. En we merken daar positieve kanten van om dat te vervlechten met de gewone behandel. Zie jij een grote toekomst voor, want als ik kijk naar wat voor applicaties de afgelopen jaren al zijn ontwikkeld. Hè, want jullie doen ook met coaches zo. Je hebt zelfs een OV-coach, dat je in feite met je app jezelf zelfstandig kunt verplaatsen met het openbaar vervoer. En zo zijn er meer coaches ontwikkeld. Coaches zijn apps. Maar zie jij de hulpverlening voor autisten op deze manier vormgegeven in de toekomst? Geloof jij daarin? Ik kan me voorstellen dat het een deel is. Ik denk niet dat het alles kan vervangen. Ik denk, wat Monique ook zei, het kan je zelfstandigheid vergroten. Hè? Dat je zelf echt maar de regie hebt. En ik kan me voorstellen dat dat ontzettend prettig is voor iedereen. Hè? Of je nou autisme hebt of niet. Het is prettig om zelf de regie te hebben. En als je dat zo kan versterken, lijkt me dat heel goed. Maar ik denk ook, het gaat er ook om, of gaat iemand het gebruiken überhaupt? Hè? Dus het kan heel goed zijn dat je het moet inbedden in behandeling om ook te zorgen, gaat iemand nu echt die game wel doen? Want als iemand de game niet gaat doen, gaat die ook niet helpen. Nou, mocht u daar nog een vraag over hebben, u kunt nog even uw vragen inleveren. Ik zie dat al heel wat vragen voor Hilde zijn binnengekomen. Maar mocht u ook nog vragen hebben over Autisme 2.0, schrijven via de website of twitter het. Of ga naar Facebookpagina. En dan hebben we misschien nog tijd om die vraag te beantwoorden. We gaan eens kijken naar welke vragen u voor Hilde heeft, onze onderzoeker en deskundige. En van wie wij altijd denken, deskundige, hoogleraar, die moeten overal een antwoord op weten. Nou leg ik een enorm gewicht op jouw schouder. Er zijn een paar vragen binnengekomen die volgens mij afgeleid zijn van de film Beersen die wij net zagen. Zo is er een vraag van Paul. Is het zo dat het aantal mensen met autisme alleen in de westerse wereld, in westerse landen stijgt?
Nee, dat is niet het geval. Ze hebben eigenlijk gekeken over heel veel verschillende culturen en landen heen. En eigenlijk overal zie je ongeveer dezelfde prevalentie. He, dus dat was eerst, werd het geschat op ongeveer 0,1%. En tegenwoordig zeggen we, nou, het is ongeveer 1% van de mensen. En dat maakt eigenlijk niet zo uit in welke cultuur we kijken of in welk land we kijken. Ja, Barbara vraagt zich af hoe ermee omgegaan wordt. We zagen net Beersen. Wat die documentaire ook heel mooi weergeeft, is ook hoe de Turkse gemeenschap ermee omgaat met autisme. Jij kent Beersen en je zegt, dat is best moeilijk. Hè? Ja. Ze heeft in die zin moeilijker dan jij. Hoe zie je de behandeling wereldwijd? Nou, daar zijn enorme grote verschillen tussen. Ook wat voor zorg er überhaupt is. Hè. Ik heb een keer gasten gehad uit Georgië. En die wilden daar ook gaan behandelen. En die hadden geen eens van de hele basale dingen van de theorieën over behandeling gehoord. Dus voor hun was het echt een openbaring dat je bepaalde dingen gewoon kon doen. Dat mensen met autisme gewoon dingen konden leren. Die werden gewoon in een tehuis gestopt daar en er werd verder niet naar omgekeken. Ja. Dus ik denk dat je dat soort verschillen enorm hebt. Maar ook in Nederland ook wel. Hoe goed wordt het herkend bij mensen met een andere culturele achtergrond? Daar is ook heel veel vragen zijn daarover. En wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Leonie vraagt zich af of opvoeding invloed heeft op autisme. Nou, ik denk dat het alleen erfelijk bepaald is. Nou, het is een hele duidelijke genetische diagnose of aandoening. Ik zat te zoeken naar het woord. Ik wilde niet beperking zeggen. Ja. Ik moet natuurlijk oppassen. Dus het is echt ik vind altijd moeilijk. Ik vind het best moeilijk hoor. Welke naam je nou voor het beestje mag gebruiken. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een discussie. Maar het is niet zo dat het zo is dat ze slechte ouders hebben en daardoor krijg je autisme. Het is wel zo dat je in de opvoeding dingen kan doen of in de structuur geven. Dus ouders kunnen wel bijdragen dat iemand zich prettiger voelt. Maar het autisme zal niet ontstaan omdat ouders te weinig aandacht aan hun kind hebben besteed, bijvoorbeeld. Kun je op basis van een genetisch profiel vaststellen of iemand autisme heeft? Dat vraagt Renske zich af. Nee, dat kunnen we nog niet. Nog niet? Nee, we weten nog heel weinig. Hè? Ja. Het lijkt alsof we al heel veel genen kennen, maar het is maar een heel klein piepklein deel waar we inzicht in hebben. Ja, en het is ook het idee van, nou, je hebt een hele grote groep mensen met autisme. We hadden het er net al over, van daar zitten heel grote verschillen tussen. Dus er zijn mensen die hebben echt een hele selectieve mutatie. Die hebben één afwijking in een gen en die laten autisme zien. Maar je hebt ook mensen die hebben een hele combinatie van veranderingen in de genen. En dat is eigenlijk niet te voorspellen van tevoren. Dus ze kunnen niet een soort genetisch paspoort maken en dan zeggen van, nou, kijk, als je dit paspoort hebt, dan krijgt iemand autisme. Dat kan nu nog niet. Ja, Wieteke denkt dan van, als je mij nou in een, of Wieteke of iemand anders, stel dat je mij in een MRI-scan legt, kan je dan constateren of ik autisme heb of niet? Kan je het zien aan je hersenen? Nou, het is wel het idee dat bij mensen met autisme andere hersennetwerken, dat die anders zijn bij mensen met autisme. Alleen dan weten we al dat het de diagnose autisme heeft. Dus op gedrag zien we dat mensen problemen hebben, dat ze extra gevoelig zijn voor bepaalde prikkels, wat minder sociale intuïtie. En dan kun je gaan zeggen, we gaan scans maken en dan zie je verschillen tussen mensen met en zonder autisme. Ze zijn ook gaan kijken, kunnen we op basis van die scans dan, doen we even alsof we het niet weten, kunnen we dan voorspellen wie autisme heeft of niet? Dat kan als die mensen heel mooi gediagnosticeerd zijn. Maar het is niet zo dat als ik morgen naar de dokter ga, dat ik dan een scan kan laten maken en dat ze op basis van die scan kunnen zeggen, ja, er is inderdaad sprake van autisme. Ja. En de vraag is ook, soms moet je dat willen? Want stel je voor dat je nou een afwijkende scan hebt, waarvan wij zeggen, dat noemen wij een autistische scan, ik noem maar even wat. Ja. Maar iemand heeft helemaal in het dagelijks leven geen problemen. En het gaat allemaal goed en het gaat prima, heeft het goed voor elkaar. Ja, ga je dan iemand een diagnose geven? Dat is ook maar de vraag. Een vraag die ik eerst aan Monique wil stellen. Is een vraag van Christine. Die zegt, ik heb een rebellerende puberzoon met autisme. Welk gedrag is nou autisme specifiek en wat is nou pubergedrag? Volgens mij zijn er heel veel die daarmee worstelen. Dat is een van de meest moeilijke dingen, omdat het zo mooi wordt, pervasive. Het gaat door alle gebieden van je leven. Eigenlijk kan maar je wat heb je zelf gemerkt in jouw puberteit? Of ben je je bent er toch uit? Of, Ja, nu wel. Nou, okay. Ja, net. Nee. Nee. Goed uit. Goed ik kom er nooit uit, gelukkig. Nee, och, die tijd, nee. Wat ik vooral had gemerkt was dat ik heel erg aan het zoeken was naar wie is Monique. En ik denk dat dat is gewoon mens zijn. Maar dat hangt gewoon ook duidelijk samen met autisme. Van,
ik heb nu de vraag van, wat is eigenlijk de soort van autistisch Monique? En wat is nou neurotypisch Monique? Ja. Omdat ik heb voor zo lang geleefd zonder een diagnose. Dus ik heb heel veel dingen aangeleerd, heel veel compensaties, ja. Maar die twee kan je eigenlijk gewoon niet uit elkaar trekken. Maar toch kan ik me voorstellen dat ouders daar wel behoefte aan hebben. Van wat kan ik nou toeschrijven aan het autisme van mijn zoon of dochter? En wat is nou gewoon pubergedrag? Ja, en dat is natuurlijk ook heel lastig. En ik denk, dat weten we ook niet goed. Want je ziet, kijk, het hebben van een diagnose autisme beschermt je niet tegen de puberteit. Dus het is niet zo dat je dan opeens geen puber meer zal zijn. En wat wel het idee is, dat het misschien wat later zal zijn. Dat misschien niet alle facetten van de puberteit even sterk zijn. Maar dat is eigenlijk ook leuk dat het gevraagd is. Want dat is precies waar we onderzoek naar gaan doen. Dat is hier binnen het Leo Kannerhuis in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Willen we juist tieners gaan volgen. Dus tieners tussen de 12 en de 16 willen we gaan zien en van alles gaan vragen en testen gaan voorleggen. Om dan 2 jaar later te gaan kijken, nou, hoe gaat het dan? Dus is er een vertraging in de puberteit of niet? En waarschijnlijk gaan we daar, net zoals bij heel veel onderzoeken, vinden dat er grote verschillende groepen te onderscheiden zijn binnen die groep tieners met autisme. Maar dat is wel één van de dingen waar we juist naar willen kijken. Ja, wat dan misschien wat meer duidelijkheid schept, ja, dat hopen we. Voor ouders. En ik vraag me ook af of er een verschil is tussen, nu praat je over een puberzoon, of er een verschil is tussen een pubere meisje en een zoon die zit in puberteit met autisme. Ik denk, zou vanuit gaan, maar ja, dat er wel een duidelijk verschil zou zijn in gedrag ook naar buiten. Dat meisjes meer naar binnen gaan misschien en jongens meer naar buiten en project. Dat zijn wel de rollenpatronen. Dat zijn de rollenpatronen, ja. Nou, maar ook wel een reden waarom is een van de argumenten waarom wordt gezegd bij mannen wordt eerder de diagnose gesteld. Ja. Omdat ze eerder extraverter zijn. Naar buiten gericht zijn. En dat zorgt meer voor last in de omgeving. Ja, zo is het nu eenmaal. En dan komen mensen eerder bij een hulpverlener. Een meisje of een vrouw, Jennifer, die vraagt zich af, hoe kan het dat ik geen oogcontact kan maken? Ja, wat veel mensen beschrijven is alsof er dan te veel prikkels binnenkomen. Dus wat meerdere mensen met autisme beschrijven is, op het moment dat ik naar iemand kijk, dan komt er zoveel informatie binnen. Of te sterke informatie. Dus ik kan niet goed zien, is iemand nou een beetje boos of heel boos, een beetje blij of heel blij. En dan is het veel rustgevender als ik niet naar iemands ogen kijk. En ik vond het eigenlijk wel mooi, want Monique zei al aan het begin, het is niet zo dat als iemand wel naar iemands ogen kijkt, dat er dan geen sprake is van autisme. Want sommige mensen leren dat ook Peter wel die aan. Zegt, ik kon vroeger totaal niet tegen aanraking. Dat was het alsof ik een elektrische shock kreeg. Ik ben nu jaren getrouwd en ik merk niks meer van dat gevoel. Ja. Is dat herkenbaar? Nou, je ziet heel veel veranderingen. En je ziet niet alleen veranderingen door de leeftijden heen. Hè? Dus misschien kan Monique dat aangeven, maar hoe je je nu voelt betekent niet van, over 10 jaar heb ik daar nog steeds last mee of dat gaat nog steeds goed. En sommige mensen geven heel sterk aan, sommige problemen verdwijnen. Dus dat kan heel goed kunnen. Dat is misschien een antwoord op de vraag van Sophie. Die zegt, hoe ver kun je over autisme heen groeien als je ouder wordt? Ja, en daar is heel veel discussie over. Hey, er is wel veel discussie over, hè? Dus ja, overal. We discussiëren overal over. Over wie vind ik een hele sterke. Nog even heel kort, want ik krijg de hint dat ik moet afronden. Wat is er bekend over de verwantschap tussen ASS en chronische vermoeidheid? Iemand die merkt dat bij zichzelf. Mm-hmm. Nou, ik weet niet zeker of er over dat specifieke verband veel bekend is, maar ik weet wel dat heel veel mensen met autisme heel vaak heel erg moe worden van, van een sociale situatie. Hè. Die gaan naar een receptie en dat vinden meer mensen vermoeiend, maar om zich daar overheen te zetten, kunnen ze op dat moment, lukt het dan aardig, maar daarna hebben ze heel veel moeite. Dus veel dingen kosten veel meer energie en dus eerder vermoeid. Kaya heeft daar geen last van. Nee. Misschien is ze wel chronisch vermoeid. Maar dat is wakker. We kunnen je kopje niet zien. Ik heb hier nog een heel stel vragen, maar die kunnen nu niet beantwoord worden. Die worden ongetwijfeld via de e-mail of op een andere wijze beantwoord. Zodat u in ieder geval een antwoord krijgt op de vraag die u ons gestuurd heeft. We zijn bijna aan het eind, helaas. Ik had graag nog lang door willen praten, Monique, Astrid en Hilde. Hartelijk dank. Kaya ook. Ja. Voor je enorme interesse, Kaya. Ja. U kunt ons volgen via onze Facebookpagina, onze uitzendingen Twitter of LinkedIn of alle berichten. U kunt rechtstreeks via de homepage van Autisme TV naar deze social media. Doe dat. Blijf met ons in contact. Dat is 2.0, 3.0, 4.0, maakt niet uit. Als het 0.0 is, als u ons maar weet te bereiken. Morgen zijn we er weer. Laatste uitzending van Autisme TV. Zo snel gaat een week. Dan ook weer om 8:30. En dan herhaal ik nog even onze kijktip, waar u al een fragment van gezien heeft, de documentaire Beer. Begint straks om 10:00
op HollandDoc. Dat kan via de website bekeken worden van HollandDoc. Of als u dus een televisie heeft waarop dat kanaal beschikbaar is, HollandDoc, dan kunt u dat via dat kanaal bekijken. Voor mensen die behoefte hebben om nu te praten, is er ons telefoonteam. Maak daar gebruik van. Is er tot een uur na deze uitzending. Telefoonnummer is 026 4x3 037. 026 4x3 037. Ik zeg alvast tot morgen, maar zet hem niet uit, want dan mis je Jelle. Het talent van vandaag. Jelle maakt de mooiste knikkerbaan. Dit is dus mijn slaapkamer knikkerbaan, noemen we de Rolling Lights. En deze knikkerbaan is natuurlijk hier ter plekke in mijn slaapkamer gebouwd. En ik slaap er dus boven op een hoog slapen. En deze is een lopende band die de knikkers naar boven transporteert. Ik ben Jelle, ik ben 29 jaar en mijn grootste hobby is het bouwen van knikkerbanen. Maar volgens mijn ouders begon ik ook al met Lego knikkerbanen te maken. En loop van mijn jaar is het steeds verder gaan ontwikkelen. Ze gaan op die grijze rails, ze gaan ze door die brug heen, door die wententrap. En dan komen ze op dit platform hier uit en dan gaan ze via allerlei routes naar beneden. Nou, deze spiraal is eigenlijk een grondboor voor een parasol. Dat heeft tweedehands de koningin vrijmarkt op de kop getikt. Daar denk ik, daar zit een mooie spiraal in, dus dat lijkt me leuk voor de knikkerbaan. De eerste uitdaging om de knikker zo lang mogelijk te laten rollen. Maar een tweede uitdaging is natuurlijk veel geluid maakt, omdat ze meestal wel snel beneden. En meestal dat een knikker kan kiezen uit verschillende routes. Deze knikkerbaan is geheel uit ijsstokjes. Dus daar ben ik ook een tijdje mee bezig geweest, een poosje terug. Maar is nog niet, ook niet helemaal klaar. De bedoeling dat er minstens 20 verschillende routes in zitten. Ik heb een keertje een Guinness record mee op mijn naam gehad. Die helaas inmiddels al door anderen is verbroken. En dat is een avontuurpark Hellendoorn. Dat was een grondoppervlak 15 bij 15 meter ongeveer. En dat is meer dan een kilometer totaal lengte als alle baan achter elkaar zal leggen. En dan langs de route wat de knikker in één keer kon afleggen was er ruim 210 meter. En dat duurde ongeveer een kwartier. Ik denk dat het niet autistisch was geweest, dan was deze hobby ook niet ontstaan.